Ja, leuk dat je kijkt naar Mollema Martens aflevering 5, waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen van Jeroen. Maar we hebben er wel iemand voor teruggekregen en dat is Babs. Ze gaat voor verwarring zorgen, zegt ze. Er is ook nog een terugkeer van een oude mol, Dennis Wening. Ja, het is toch nog een kleine Wie is de Mol traumaatje. Die heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon net voor die finale eruit lag. Nou, dat was natuurlijk gewoon mijn eigen schuld. Maar goed, het is toch altijd fijn om een vinger te wijzen naar iemand. Dennis. Ja, de eerste opdracht. Hier heb ik opgeschreven, gek bedrag. Dat moet een verwijzing zijn naar iets. 2008, dat was ook natuurlijk Wie is de Mol in Mexico. Nou goed, ik ging daar helemaal goed op. Alsof ik natuurlijk de enige was in Nederland die dat had ontdekt. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar. Ja, het tellen van de vlaggetjes. Nou, dat was gewoon een Peppy en Cookie aflevering. Hoe dat mis heeft kunnen gaan. Ik vind het nog steeds raar. Nou, we weten nu dat Jeroen natuurlijk niet een mol is. Dus ja, al mijn Wie is de Mol vlaggen, die gaan toch wel nu richting Fons. Want wat hij daar heeft lopen kloten, dat is toch echt ongelooflijk. Maar er is me ook nog iets opgevallen bij de koetsen. Kees. Ja, ik zit toch redelijk in de Kees-tunnel. Maar ja, die zat, vond ik, heel relaxed in een koets. Dat je denkt, joh, het is Wie is de Mol, je bent bezig met een opdracht. Normaal ga je dan helemaal, hè, je staat aan. Nou, Kees stond niet aan. Nee, Kees stond heel relaxed zo chillen in die koets. En die zegt roze, paars. Ja, hij wist ook niet meer het verschil tussen een roze bordje of een paars bordje. En dan zegt hij ook nog, ik ben nou een mol, hè. Misschien hebben we een hele brutale mol. En zegt de mol gewoon dat hij lekker aan het mollen is. En dan heel snel zegt hij, nee, ja, Tooske, jij staat nog wel op mijn lijstje. Hè? Meteen weer de vinger wijzen naar een ander. Dat is altijd een mooi mollig gedrag, om even zo te zeggen. Dus ik vond Kees eigenlijk best wel weer verdacht. Nou, Rian, die was oververhit. Kortom, het was rommelig. Uiteindelijk kwamen ze bij elkaar en toen werd de chaos helemaal compleet. Ja, mevrouw Oppenheimer, Anna, die kwam met een hele mooie som, een constructie. Ja, zij is een wetenschapper, dus zij is waarschijnlijk heel goed met getallen, cijfers, aftrekken, wortels, ik weet het niet. Maar daar kwam een heel gek bedrag uit, in ieder geval niet 2008. Dus ja, Anna, maar Fons en Kees, die waren gewoon het allerverdachtst in deze opdracht. Opdracht 2. Ja, toen kwam ik ook weer even terug in de tijd in 2008. Ik wil het daar niet de hele tijd over hebben. Maar daar hadden we ook een opdracht met piñatas. En toen mocht ik een piñata kapot slaan. Ik heb niet alleen een piñata kapot geslagen, ook het hoofd van de cameraman. Ja, daar zat toen een gat in. Die moest toen naar het ziekenhuis. Dus ook wederom weer een klein oud Wie is de Mol traumaatje waar ik weer even doorheen moest. Ja, maar goed, het gaat gelukkig niet om mij. Het gaat om deze molloten, want dat zijn ze. Die van Tooske was natuurlijk redelijk makkelijk. Hè? Als je fan bent van de Wie is de Mol, dan ben je een molloot. Nou, dan moeten ze een kaartje zoeken en kapot slaan. Tooske en Rian, ja, die hebben keihard op die piñatas lopen rammen, echt. Er zat heel veel agressie in, vond ik. Terwijl Rian toch oververhit was. Maar ja, dat zagen we dan toch weer terug. Bij het slaan van de piñata's. Daar moeten we voor oppassen voor Rian, denk ik. Ja, die wil je niet een keer boos tegenkomen ergens op straat. Nee. Ja, Kees viel eigenlijk als enige toch wel weer op. Die deed eigenlijk helemaal niks. Die heb ik geen één piñata kapot zien slaan. Die stond alleen maar in de schaduw onder een paraplu te wachten op een telefoontje van de mol. Ik weet het zeker. Wat mij ook opviel, dat was Fons. Die op het einde eigenlijk met een briljant plan kwam. Kunnen we niet alle piñatas kapot slaan? Dat was een fantastisch idee, Fons. Alleen dat idee was te laat. Te laat. En toen zegt hij, ja kom, we gaan nu slaan. Hij begint hier op een random piñata te slaan. Ja. Dus ja, ook weer Fons. Raar. En het wordt nog raarder, want we zagen natuurlijk Dennis al die 38.000 euro te versnipperen. Maar Fons en Babs, die gingen richting de oude mol. Is dit dan het moment dat de nieuwe mol eigenlijk soort van op de plek staat van de oude mol? Zo van, ik ga eens even kijken wat de oude mol hier voor ravage heeft achtergelaten. Ik had niet het gevoel dat hij het erg vond of zo. Het was meer een soort van een bevestiging dan van, oh, want Babs stond helemaal zo. Fons niet. Nee, Fons.
Maar ja, er zit ook zoveel euro in die pot. Dat vindt de mol niet fijn. Dus er moet geld uit de pot. Zie hier de volgende opdracht. Ja, Fons. Die ging zonder afweging te maken. Topito. Ja, dat zijn 4 enveloppen. Je weet natuurlijk niet welke je pakt, maar de mol weet precies natuurlijk welke envelop die moet pakken. Dus ja, en de andere, ja, niemand ging voor geld uiteraard. Hè. Anne 3 jokers, Tooske 3 jokers, Kees 2 jokers, beetje de middenmoot. Hè. Veilig ook gewoon voor de mol natuurlijk, om niet te veel op te vallen. Want hij weet natuurlijk donders goed dat iedereen lekker voor 3 jokers gaat of voor tepito's. Ons Rianneke ook 2 jokers en Babs 3 jokers. Maar er viel me ook iets op Rosario, want dat is de enige die dus de envelop met min 3000 euro pakt. Ja, dan kun je zeggen van, oh wauw, ja, dat is wel echt een mol, hè, toevallig dat dat er bij hem is. Maar paars is zijn lievelingskleur, dat weet de mol. Misschien heeft de mol wel gewoon de min 3000 expres in het paarse vakje gelegd. Op het paarse tafeltje. Zo van, nou ja, als mensen toch een beetje bijgelovig zijn, dan kiezen ze toch wel hun lievelingskleur. En dat is voor Rosario paars, want die heeft ook een paarse tatoeage. Dus ik denk dat het ongeveer zo heeft moeten zijn gegaan. Oh, nee, er viel mij nog iets op. Ja. Tuurlijk, Fons. Hij is de enige die ruikt aan de envelop. En die voelt aan die envelop dat je denkt, ja, dat zijn ook kenmerken van een echte mol. Want die kunnen heel goed ruiken en die kunnen heel goed voelen. Dat is exact wat Fons heeft gedaan. We zijn eruit, denk ik. Nu ik aangezien toch een beetje in een Fons-tunnel zit ook. Bij de test zagen we een vraag. Hè, stond de mol in het huis? Of heeft de mol in het huis gestaan van hè, bij de mol? En nou, daar stonden natuurlijk Fons en Babs. En toen die vraag in beeld was, toen zagen we ook Fons in beeld. Toen dacht ik, hé, waarom krijgt Fons nou net die vraag te zien op het scherm? Hij was de mol en hij heeft de mol zijn werk gezien. Ik kijk natuurlijk andere vlogjes en beweringen online ook terug. En er was een heel leuk filmpje over dat Kees eigenlijk altijd achter de afvaller zit. Dus iedere keer is Kees de eerste die de afvaller een knuffel geeft. Dus ik dacht, ja, nou, nu gaat ons Rianneke, die gaat eruit. Want hij zat achter Rian. Maar Rian ging er niet uit. Jeroen ging eruit. En die zat naast hem, zodat, ja, toch ook weer Kees als eerste de afvaller een knuffel geeft. De kist des doods misschien wel. Dit zijn een beetje mijn dingen die zijn opgevallen. Pff. Ja, wie zijn mijn mollen? Ja, dat is toch echt wel Kees en Fons. Maar misschien ligt het er ook wel te dik bovenop. Het is het toch stiekem ons Rianneke. Wie denken jullie? Laat het mij weten. Alsjeblieft, ik kom er niet meer uit. Schat, wie denk jij? Wie denk jij? Fons. Het is Fons. tvgids.nl. Dat is minder zoeken, meer zien.